gefeliciteerd. Je naam staat nu op de Wall of Fame. Hoe voelt het? Ja, voelt goed. Ik ben een eer sowieso om daar te mogen hangen. Dus ik ben er erg blij mee. Ik voel me goed. Ja, ik kan me voorstellen dat je er trots op bent. Het is natuurlijk ook, je hebt ook echt al bereikt. Hè? Je is stage groei in je sportcarrière. En je studeert. Hoe combineer je die twee dingen? Ja, het is best wel te combineren als je maar heel gestructureerd werkt. Dus het is belangrijk dat je goed kan plannen. Je moet het niet erg vinden om af en toe een avondje door te werken of even met een feestdag je kantoor in te duiken en toch wat werk verzetten. En als je dat gewoon af en toe doet, dan is het wel te doen. Ja, dus eigenlijk gewoon een goede planning en je daaraan houden. Maar dat gemotiveerd werken natuurlijk. En voor de tentamenweken moet je af en toe wel wat extra uurtjes beuken. En dan moet je af en toe wat dingetjes afzeggen, maar dat is op zich niet erg. Ja, dus je hebt dan het idee dat je daar goed in wordt geholpen, dat ze daar voldoende faciliteiten voor bieden? Ja, sowieso de colleges worden opgenomen, dus als je wat mist, dan is dat thuis heel goed in te halen. Verder, de professoren die ik heb, die zijn heel gemotiveerd en die helpen me altijd goed als ik wat te vragen heb. Dus dat is echt te gek. En de topsportcoördinator die helpt me ook wel eens als ik echt even in de problemen kom. En als ik dat op tijd aangeef, dan is er altijd een oplossing te bedenken. Oké, dankjewel. Ja, alsjeblieft.